Kim, heb jij wel eens wat gestolen? Ja. Heb jij wel eens wat gestolen? Ja. Oh. Maar ja, niet eigenlijk uit een winkel of zo. Nee, maar dan? Potloden. Bij ons de beentjes! Oh. Naar een nieuwe video van mij. Ik ben en ik zit hiernaast. En ja, en we gaan vandaag een heel leuk spelletje spelen. Niet echt op punten, maar gewoon omdat het leuk, gezellig is en omdat het kan. Maar als eerst heb ik speciaal voor jullie een drankje gemaakt. Kunnen jullie überhaupt wel iets zeggen? Of ja, ja, ik kan zeggen. Ja, komt zo vreemd bezig. Ja, is dat helemaal in? Oh, nou, cheers. Santé. Cheers. Oh, moet die in één keer op? Ja, lekker. Ja. Nee, weet ik niet. Het is zelf gemaakt. Het is citroen. Boah, het is echt zoet. Oh. Lekker zo'n granny appel, zo. Hele kaken zitten aan elkaar. Het spelletje gaat als volgt. Ik zeg een vraag en wij moeten daarop het antwoord geven. Ik heb een bordje met Melvin, hebben jullie ook? Ja. Mm-hmm. Een bordje met Kim. En een bordje met Bibi. Bibi! En ik vraag bijvoorbeeld... Wie is de grapjas? Nou, dan moet je het bordje pakken wie jij de grapjas vindt. Wat vind jij? Dan moet je ook een beetje... En vinden dus Melvin de grapjas? Nou, dan gaan we door naar het volgende. Het kan ook zijn inderdaad dat we het niet met elkaar eens zijn, maar dan moeten we even overleggen. Ja. Dat maar is het. Maakt niet uit of je het dan eens wordt. Jawel, anders moet je weg. Nee, grapje, nee, natuurlijk niet. Het is toch jouw mening? Het is gewoon heel persoonlijk, maar het is gewoon grappig om te kijken hoe wij over elkaar denken. Ja. Precies. Ja. Wie maakt altijd elkaar zinnen af? Dan zeg ik, we gaan beginnen. Spannend! Wie heeft de meeste fantasie? Nou. Oh, hoe zo vinden jullie dat? Gewoon. Ja, jij haalt je altijd dingen in de kop en die moeten dan ook gebeuren. Ja, dat kan dus wel. We kunnen ook een keer naar Amerika gaan, een bakje. Ja, en dan moeten we iedereen maar naar Amerika. Ja. Ja. En jij denkt dat dat allemaal maar kan, zeg maar. We kunnen je ook alles wijs maken. Oké, okay. Wie houdt het meest van feesten? Ja, duidelijk. Nee, Bibi is altijd de persoon die altijd het meest op stap wil gaan. Ja. Kom, we gaan op stap! Zullen wij? Ja! We zetten een auto voordat het vraagt. Ja. Maar dan is er de bobpaas, ja, met de auto. Wie? 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 Als eerst. Ja. Oh, wel één keer! Sorry. Het is niet eens spannend. Niet. Nee, ik had het verkeerde. Ik had het verkeerde. Ja, maar ik moet er wel bij zeggen, dat was vroeger. Vroeger. Ja, omdat je nu niet meer drinkt. Je drinkt niks meer. Ja. Eén drankje. Ja. Eén drankje en dan is het klaar. Ja, als ik drie drankjes drink, dan is het gedaan. Kort zo'n langste gokkast. Ja. Nou, we hebben één keer gehad in de auto. Hadden we een feestje en toen reden we naar huis. En toen kwam Kevin ons halen, volgens mij. En toen had je in onze bus gekotst. Ja, en toen moest hij de dag daarna naar de garage. Heb ik alles gepoetst en zo. Er zat dus wel een prijsstukje nog in de... Hoe lang heb je het verhaal nog horen? In de motor. Ja, die thuis hoef je niet... Nasty. Oké. Next. Wie is het leukste vakantiemaatje? Luister. Ik heb mezelf. Ja, ze kan ook het beste alleen gaan. Ik krijg ze ook met niemand zee. Dat is toch zo? Hoezo? Hoezo heb jij mij? Ja. Ik denk, jij bent een beetje hetzelfde als mij. Gewoon makkelijk als je... Oh ja? Ja. Als wij op vakantie zouden gaan en zij zou zeggen ik ga vandaag naar het strand en ik zou zeggen ik ga naar het zwembad, is dat oké? Okay? Maar jij zou je meteen helemaal opfokken. Nee, we gaan naar het strand! Oké, okay. En dan ben je bij het strand. Ik duffel op de kamer! En dan is ze bij het strand, zegt ze nee, ik ga naar het zwembad! Okay, ja, dat is zo. Okay. Wie kan het best tegen alcohol? Ja. Vroeger, ik heb nu niet meer geprobeerd sinds na de zwangerschap. Ja, moet ik maar weer het gaan testen. Ja. Mijn buik is een beetje aangepast. Ja? Ja, ik weet niet. Ik ben opeens ook misselijk in de achtbaan. Dat had ik vroeger nooit. Ja. Dus ja. Nou, ik vind dat je bij jou, zeg maar, je maakt het minst snel. Ja. Ja? Ja, bij jou maak je het meteen. Als maar je alcoholvrij hebt gehad, dan ben je al... Nee, dat is niet waar. Wie kan het slechtst tegen zijn verlies?
Nou, jij hebt wel zelfkennis. Ja, 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 dat is wel, denk zo. Ik wel. Als ik kijk naar jullie, dan denk ik dat ik, ja. Ja, je zit meteen aan, aan het plafond. Als je verliest. Ja, echt, dan ben ik boos. Ja, dan wil je naar huis. Ja. Wie zal zich als eerst verslapen? Hoe ja, denk je dat over jezelf? Ja, luister, ik lig toch altijd tot 12:30 in bed, of niet? Ja, ik had ook gisteren dat ik de ochtendles met Melvin en ik heb je ook echt 's ochtends vroeg nog geappt. Melvin, ja, maar, ben je ja, maar ja, weet je hoe laat je mij appt? Ja, om 9:50 en om 9:15 moest ik hier zijn, ja. 9:00 Ik was wel op tijd. Want ik maar ik zag dat je online was om 1:00 of zo. Ik dacht, oh, hij is helemaal niet online geweest, komt hij wel? Ja, ja. Ja. Wie lacht er wel eens op verkeerde momenten? Oeh. Ik twijfel een beetje. Ik weet het eigenlijk niet. Ik twijfel. Je mag er ook twee. Nee. Jawel, als wij samen ja, bezig zijn. Ja, dan... de ene keer Kim, de andere keer Melvin. Jij denkt Kim. Oh nee, want als... ik ben het niet altijd. Jij bent het ook heel vaak. En dan moet ik lachen van jou. Ja, geef mij maar lachen. Ja, echt ben zo. Ben ik echt niet zo. Nee. Jij bent heel vaak iemand die het opstookt. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel waar. Maar luister, ik doe dat niet extra. Nee, dat zeg ik toch ook niet? Nee, maar ik ben iemand die dat wel een beetje aanwakkert. Ja. En op een gegeven moment gaat zij dan wel te ver. Dan ja. Moet je dan wel te ver. Jij gaat altijd over de lijn. Ja, ja. En dan is het uiteindelijk weer stress. Ja. Oké. Okay. Wie vergeet er als eerst iets belangrijks? We kennen elkaar best goed hoor. Jij vergeet alles. Ja, vergeet ja. Alles. Ja. Ik heb gewoon zo'n druk schema. Jij bent net als Dory. Ken je Dory? Finding Dory. Just keep swimming. Just keep swimming. Hoezo? Ja, gewoon. Alles. Ja. Ja, ken je Dory niet? Nee, ja. Van Finding Nemo. Jawel, maar ik heb het helemaal niet gezien. Ja. Finding Nemo heb je Finding Nemo gezien? Is het dezelfde? Ja, is hetzelfde. Oh. Je hebt ook eigenlijk een IQ van een vis. Wie zou er als eerst beroemd worden? Ja, ik weet, jullie hebben vast mij. Ja, ik weet het niet. Jullie hebben allebei mij. Wat, ja, ik weet het niet. Ja, ik ben echt not in die business. Ja, ik denk, jawel, ik denk dat jij best wel groot kan worden met je vlog. Kan worden. Mensen, mijn vlogs, I love you. Wie is er van ons drie het slimste? Ik ben gewoon bij jullie aan het spieken. Pak je echt wel goed? Ja, ik weet het niet. Nee, je ik denk mag voor niet je spreken. Leeftijd ben je best slim. Voor mijn leeftijd? Je hebt weinig minder mensenkennis als mij en zo, snap je? Ja, ik heb ook gewoon mijn HAVO afgerond. Ja. Ik ben wel blijven zitten in de vier en was gezakt voor mijn examen, maar het is allemaal goed gekomen. Nee, jij mag best een slim zijn. Ja, ik ben ja. Best. Daarmee kom ik meteen bij de volgende vraag. Wie is de domste? Dat kunnen jullie echt niet doen. Kunnen jullie echt niet doen. Nee, oh, dan waarom? Oké, op het gebied van dingen snap ik, als iemand een opmerking naar mij maakt, ja. Nou ja. Maar op het gebied van school ben ik echt wel slim. Vind ik wel. Ja. Ja, vind nou ja. Wel. Wie alleen heb ik dat nog niet gemaakt. Ik ben echt wel slim hoor. Ik zeg helemaal niks. Wie staat er 's ochtends het langst voor de spiegel? Ja, dit vind ik best wel een moeilijke. Nee, ik sta echt nooit lang voor de spiegel. Nee. Weet je hoe ik naar school ga? Een knot op de kop. Ja, maar ja, een knot op de kop, dat zeg je wel. Maar als je ergens naartoe moet, zeg maar, dan ben je wel in alle stress omdat je wimper niet goed zit. Ja. Omdat de limper... Ja, jij bent wel nog moeilijker dan als mij. Daarvoor moet altijd 2 uur op mij wachten of zo. Ja, kom, we gaan uit eten. Ja. Wie zou er het snelst de deur uitgaan zonder zijn tanden te poetsen? Oeh. Kijk niet bij me af. Ja, ik, ben, ik weet het niet. Ja, ik zou het zelf ook kunnen. Ja. Ik ben ook best makkelijk hoor. Melvin. Je steekt zo ons daarop. Och joh. Dat is echt niet waar. Grapje. Wow, nee, dat vind ik persoonlijk. Nou is het vuur geopend. De domste. Oké, we gaan door. Dat dit zij ook hè. Hey, even rustig. Even rustig. Rustig. Wie heeft er de meeste schoenen? Ik weet niet hoeveel jij er hebt. Heb jij veel schoenen? Ik heb best wel veel schoenen, maar ik heb eigenlijk altijd dezelfde aan. Ah, ga ik goed op letten. Wie zou er in de toekomst het meeste geld verdienen? Wat heb jij?
Lachen jullie mij uit? Ik word dood. Nee! Ik word allemaal het einde. Vanzelf. Nee, ik word echt wel rijk. Ik ook. Ik ga een dik huis kopen. Nou, perfect toch? Perfect. Ja. Wat zou jij doen met 1 miljoen? Ik denk dat ik heel veel, ja, sowieso een huis maken. Een huis bouwen. Mm-hmm. En eigenlijk zou ik wel iets willen doen waarmee ik nog meer geld zal maken. Snap je? Ja, investeren. Ja, inderdaad, investeren. En ik, 1 miljoen is zo ontzettend veel, hè. Ik zou ook echt mijn familie helpen, dat ze hun eigen dingetjes zouden hebben. Of weet je, als mijn broertje bijvoorbeeld dromen hebben, weet je, dat ik daarin kan investeren. En ja, ik weet niet. Jij? Ik denk dat het binnen 2 dagen op is. En jij? Wat zou jij doen met 1 miljoen? Sparen. Oké. Wie huilt er als eerst in het openbaar? Ik weet het niet. Ik heb jullie nog nooit zien huilen. Nee, hoe niet? Ja, ik ga dan toch voor Kim. Echt? Ja, denk je? Oh, ik weet het niet. Maar niet, ja, ik weet niet. Maar dan zou het al iets persoonlijks moeten zijn of ja, zo. Ik denk jij in. Oh. Waarom ik? Ja, ik weet niet. Wij zijn best wel hard op. Wij zijn best wel bikkels, Kim. Ik denk dat iemand jou iets vertelt of zo, dat jij best wel kan meeleven. En dan best wel eerder een traantje kan wegklinken. Oh, ik zo vind, bedoel je? Ja, niet huilen. Ja, dat is een domme vraag. Oké, deze is heel makkelijk, jongens en meiden. Pak hem vast, want wie zeurt er het meest? Dang, 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 dang. Kijk. Is ik zelf ook. Ik weet het gewoon van mezelf. Ja, je zeurt ook echt heel veel. Ja, ja echt. Als er een Nobelprijs was, voor zeker had jij hem gewonnen. Nee, maar, ik kwam ook heel vaak in. Vroeger was het de laatste tijd, ja. De laatste tijd hou je ook heel vaak in. Maar je kan wel echt zeuren. Maar jij hebt daar altijd zo'n stemmingswisseling. Ja, weet ik. Daar kan ik niks aan doen. Kim de zeur, we gaan door naar de volgende vraag. Wie is de gemakkelijkste? Echt? Oh, ben ik echt zo makkelijk? Ja, nee, maar ik vind jullie allebei makkelijk. Oh, dat vind ik echt lief dat jullie mij makkelijk vinden. Ja, als we zeggen we gaan dit doen. Ik vind het ook echt heel lief dat jij mij makkelijk vindt. Tenminste de eerder. Ik vind het ook heel lief dat jullie mij makkelijk vinden. Jij bent op zich ook wel, jij bent ook wel makkelijk, maar jij bent gewoon op het laatste moment als we zeggen oké, we gaan daar sporten. Ja, is goed. Maar over 10 minuten kan het heel anders zijn en dan ben je sapje. Ja, ja, en jij, ja, ik weet niet. Wie kan er het domste commentaar geven? Ja, als ik diep nadenk is het best wel lastig. Jullie denken mij natuurlijk. Maar denk eens diep na. Kan Bibi ook zijn. Hoezo? Hoezo geef ik dom commentaar? Ja, ik denk eigenlijk ook mezelf. Want... Omdat Melvin het dan niet snapt met die veun, snap je? Wie gedraagt zich als eerst als een kind? Of het meest als een kind? Jullie hebben echt mij, hè? Ja. Ja, maar doe je ook nog mee? Nee, je mag niet kijken. Je mag echt niet even naar elkaar kijken. Je moet ik denk ook wel mezelf. Omdat ik ben gewoon nog heel jong van geest. Dat is het gewoon. Ja, als je een trampoline zo ziet, dan springen we erop. Dat was ik ook als voorbeeld aan het denken. Als er een springkussen staat, ben ik als eerste die er staat. Yeah! Ja, dat is wel zo. Wie zal er als eerst verdwalen? Ik moet even denken. Ik weet het niet. Ze heeft zichzelf vast aan mij. En toch zichzelf gewonnen. Ja, ik denk denk ik ook. Ja, maar jij bent een type, zeg maar, als je ergens zou zijn waar je niet weet waar je bent, dan zou je niet naar mensen toe gaan om te vragen, nee, waar is dit? Nee, ik ben TomTom. Nee, maar dan zou je niet naar mensen toe gaan... om te vragen waar je bent, maar dan zou je eerder naar mensen vragen waar het dichtstbijzijnde koffiezaak is of zo, snap je? Ik heb zin in koffie! Als ze verdwaald is, ja, ik wil koffie! Dan zou je de koffie voorop stellen dan thuis komen. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Okay. Maak het wel steeds beter weg. Goed zo. Dat jullie steeds vaker komen. Oké. Wie heeft er wel eens een scheet gelaten in het openbaar? Ja, ik denk iedereen wel, maar... Wie zou er het snelste scheet laten in het openbaar? Ja, als jij jezelf al kiest. Ja, ik denk sowieso Melvin dat hij een jongen is. Ja, jongens zijn er anders in. Nee, wat eruit moet eruit. Ja, maar zo ben ik niet. Ik vind dat vies. Ja, boeit mij wat. Ja, nee, ik weet. Nee, maar ik hoef eigenlijk bijna nooit scheetjes te laten. Behalve als ik alleen met Kevin ben, dan weet je, soms privé. Ja, ik weet niet. Nu zit het gewoon op slot. Ja. Oké. Wie is het meest chaotisch?
twijfel ik wel een beetje. Maar ik denk toch deze iets meer. Ja. Maar Melvin ook wel een beetje, want ja, jij kan niet zo goed plannen. Nee. Maar jij bent ook wel... Nou, daar ben ik ook niet helemaal mee eens hoor. Nee. Oh, nou kon het! Laatst zeg je nog, ja, ik moet echt beter plannen, want het lukt allemaal niet met de vlogs en zo, weet ik veel wat. Ja, dat is wel zo. Moet je dit even weten. Want Melvin doet vloggen, hè, elke vrijdag. Shout-out. Volg Melvin. Zangvlog. Dus als je een liedje wilt hebben, speciaal voor jou geschreven, dan Thomas. Kan dat? Ja. Oh, echt, dat ben je erin, hè. Al 4 weken online, nou, je hebt al 4 vlogs gedaan. En ja. Zij zegt, kan dat? Dus, maar Kim, jij bent inderdaad heel heftig. Jij bent heel chaotisch. Ja. Maar toch heb je het wel steeds vaker op de rit. Ja, vind ik ook. Ik leer het steeds. Echt, onder de moeite. Ja. Compliment. Dank je. Wie denkt er het meest aan anderen? Wie denkt er het meest aan anderen? Ik snap de vraag niet. Ik kijk even niet naar jullie, maar ik wil het zelf raden. Laat je even uit. Gewoon dat je meeleeft met anderen of denkt aan anderen of weet ik wat, als anderen wat hebben, dat je dan denkt, ja, ja. Eensgezind. Ja, vind ik ook. Ik ben echt absoluut niet. Wie komt er het minst vaak zijn beloftes na? Ik moet al lachen. Zie je dat jij dat doet? Je vindt het zelf ook dat je dat doet. Ja, ik weet dat ik het doe, maar ik kan er niks aan doen. Ja, maar, okay. Ja, weet je wat voor mij het probleem is? Chaotisch. Ik plan te veel dingen tijdens dezelfde. Dan kan ik gewoon sommige dingen. Soms ben ik bij haar en dan zegt ze, ja, nee, volgende week zaterdag kan ik. Maar dan weet ik gewoon dat ze niet kan, omdat ze met ons iets heeft of weet ik veel wat. Ja. Dan zeg je gewoon, ja, is goed. Ja, weet ik. Omdat ik ook alles vergeet en een chaotisch ben en dan zo ook. Ja. Oké, door naar de volgende. Want wie van ons drie geeft er het snelst iets op? Oké, ja, top. Is het weer bij jezelf? Nee! Oh. Ja, ik ben gewoon niet zo fanatiek of zo. Als ik aan het rennen ben, wedstrijdje, en iemand is sneller dan mij, dan denk ik, oké, win maar. Ja, maar het ligt er echt aan wat. Over het algemeen geef ik het snelst op, denk ik. Dat denk ik ook. Wie van ons drie is het vrolijkst? Vrolijkst? Nee, ik ben echt niet het vrolijkst. Jij bent echt bleek kut. Dat kan echt niet. Jawel. Jij ook. Helemaal niet. Jij niet. Jij hebt ik heb ook wel een slechte zin, zoals nu ook. Maar ik doe gewoon nauw over de rest. Nee, ik vind heel veel dingen gewoon echt heel erg leuk. Ja, maar kijk, ik vind het gewoon leuk om leuke dingen te doen. Snap je? Om gewoon samen te genieten van het leven. Oh, wat poeie. Ja, dat is toch ook zo? Ja, ik kan bijna nooit. En als ik kan, dan trommel ik ook iedereen op. Ja, dat doe je goed. Oké. Wie heeft er de grootste gat in zijn hand? Ja, op zich is die best wel moeilijk. Want... Dank je. Ja. Laatst ging ik met een taxi vanaf Heerlen naar huis. En toen was het 55 euro met de taxi en toen had je 50 euro zo aan mij gegeven. Ja, maar het boeit jou allemaal niet. Nee, geld boeit jou echt niet. Nee, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Het boeit me wel, maar ja. Ja, als je op stap bent en het leuk is. Ik ben niet groen of zo. Het is niet dat ik echt erop zet. Maar, ja, maar ik ben ook heel impulsief. Ik kan me vandaag bedenken dat ik morgen een nieuwe iPad wil. En dan moet ik die morgen ook halen. Gaan we verder naar de volgende. Wie... Je hebt hem al vast, je hebt het tafel gelezen. Ja, sorry. Wie zou zich het snelste schamen in het openbaar? Boah, ik dacht echt dat je jezelf pakt. Ja, ik ook. Ja. Jij schaamt je echt vaak in het openbaar voor mij. Oh, oké, ik snap wel. Ja, ja, jij bent echt wel anders. Maar ik had de vraag even anders geïnterpreteerd. Ja, wat kun je daar anders aan interpreteren dan? Ja. Wat dacht jij dan? Ja, gewoon, wie zich het, als er iets wordt gezegd, wie zich het snel schaamt over zichzelf, dan denk ik eerder Melvin. Als wij wat zo zeggen. Maar als het gaat om anderen die bij mij in de buurt zijn, dan schaam ik me het snelst. Jij zegt altijd tegen mij, Bibi, doe normaal. Bibi, doe niet. Bibi, hou je rustig. Jij zegt echt vaak tegen mij, Bibi, dat moet je niet zeggen. Bibi, doe maar niet. Ja, stoppen. Okay. Jij doet me echt vaak afremmen. Ja, oké. Okay. Als jij erbij bent en we zijn met nieuwe mensen, denk ik, oké, ik doe maar rustig, want anders... Het klopt wel een beetje, we hadden het niet gezien. Nee. Oké. Wie zou er van ons drie het verst komen als we mee zouden doen aan
Expeditie Robinson. Denk ook wel, Melvin. Ja. Jij bent echt zo iemand die heel goed in een groep kan liggen. Ja, maar toch is hij een snelle opgever. Maar met zoiets niet. Zoiets nee. 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 Zoiets maak het van Expeditie Robinson. Vraag Melvin. Melvin. We gaan door, want wie van ons drie is er het zorgzaamst? Ik ga even denken. Ik wil jullie bordjes nu niet zien. Ik weet het ook niet zo. Dank je. Ja. Komt omdat ik mama ben. Ja. En ik had ook Rambo. En ik moet ook voor de dansschool zorgen. En voor jullie een beetje. Jullie zijn best wel heftig hoor. Als ik op stap ben, moet ik altijd voor jullie zorgen. Boah, weet je hoe ik voor jou moet zorgen? Ach, hou je mond. Nee, dat wie heeft jou zo vastgehouden toen je moest kotsen? Mijn nicht. Wie van onze drie zal er als eerst iets stelen? En Melvin? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk ook wel jou. Echt? Ja, maar ik zou het niet doen omdat ik dat graag zou willen hebben, maar ik zou het gewoon willen doen. Even stoer komen. Nee, voor de kick. Oh, voor de kicks. Jij bent zo iemand. Nee, maar... Je houdt van kicks. Maar ik denk serieus, Kim, heb jij wel eens wat gestolen? Ja. Heb jij wel eens wat gestolen? Ja. Oh. Maar ja, jij niet echt uit een winkel of zo. Nee, waar dan? Potloden. Bij ons de muntjes! Oh. Nee, ik ga dus vroeger naar de winkel. Ja? Wie krijgt er het snelste ruzie? Ja. Als iemand al in jouw weg loopt, zeg je al, boah, rot op, ik loop hier. Ja. Maar ze moeten gewoon aan de kant. Maar jij bent dan ook wel eigenlijk weer het type, zo van, als iemand in de weg loopt, boah, loop door. En dan draait diegene zich om en dan lach je vriendelijk. Oh nee, maakt niks uit. Helemaal jawel. Niet. Helemaal niet. Zeg, loop door. Ja, dit waren eigenlijk de vragen. We hebben elkaar eigenlijk best wel goed leren kennen, maar we konden elkaar ook wel heel erg goed. Ja, vond ik ook. Melvin kon je natuurlijk beter. Nog. Hoezo? Uit de andere vlog. Oh ja. Ben je nog steeds boos, maar? Ja. Zie je wie kan het niet goed tegen zijn verlies? Snap je? Maar vonden jullie het wel leuk? Ja. Ja? Ik zeg dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. En abonneer je op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Zeker doen. Ja, zeker doen. Duimpjes omhoog. Hoeveel duimpjes willen we eigenlijk hebben, jongens? Een stuk of 300. 300 niet. Zullen we afspreken? Zullen we iets leuks afspreken? Oh, kom Melvin. Oké, bij de 1000 abonnees doen we iets speciaals. Ja, nee, weet je hoeveel het is? Wat dan? Dan mogen jullie onder de vlog reageren met iets leuks wat wij kunnen doen. Ja, en dat geef je toch weer op. Nee, helemaal niet. Oké, stop maar. Het kan eruit. Oké, dus bij 1000 abonnees, dus echt nog heel erg veel, gaan wij iets doen wat jullie willen. Dus laat een reactie achter hieronder in de video. En Melvin, vrijdag weer een nieuwe zonvlog. Ja. Ja, zeker kijken. Oké, dankjewel allemaal. Doei! Doei!